Mensen, bent u zover? Ik zou graag beginnen. De voorzitter van de raad had aangegeven 10 minuten. Die zijn inmiddels al ruim verstreken. Ik snap dat het gezellig is, maar er werd mij ook al aangegeven of ik op tijd wilde starten, zodat we ook op tijd kunnen eindigen. Ik zal niet zo flauw zijn om nu al te gaan inventariseren. Maar als u niet snel op uw plek zit, dan ga ik een rondje kloekhorst doen. En hebben we de eerste twee punten afgevinkt voordat we überhaupt erover hebben kunnen praten. Meneer Genning, blijft u praten met de heer Snijders of voelt u zich genegen om op uw plek te komen zitten? Dat laatste is niet het geval. Volgens mij zit iedereen weer zo ongeveer op zijn plek. En wil ik graag de oriënterende ronde van vandaag openen. En wil ik meteen doorgaan naar het vaststellen van de agenda, agenda punt 2. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Dat is het geval. En aangekomen we op agenda punt 3, het spreekrecht. Tot nu toe heeft niemand zich nog gemeld. Ik kijk even naar de publieke tribune. Ook nu is dat niet het geval. Daarmee zijn we aangekomen bij het meningsvormend deel, agenda punt 4. En ik heb al wat verzoeken gehad over wie daar het eerste het woord zou mogen voeren. Ik zal daar vanavond eens verrassend gaan beginnen bij de heer Van der Gampel. Dank u wel, voorzitter. We hebben net in de besluitvormende raad een belangrijk onderwerp gehad, duurzaamheid. Maar in het kader van sociaal domein vind ik dit ook een zeer belangrijk en wezenlijk onderwerp. Waarvoor hoop ik terecht de nodige aandacht wordt gevraagd. De Samen Doen Teams zijn in 2014 ingesteld met als taak om binnen de daarvoor beschikbare budgetten adequate, laagdrempelige ondersteuning te bieden aan inwoners op de gebieden wonen, werk, welzijn, zorg en inkomen. En bij de discussie over de toekomst van de vier teams in onze gemeente past eerst de vraag of deze opdracht ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Vanuit de fractie van de ChristenUnie kan dit met een volmondig ja worden beantwoord. De Samen Doen Teams zijn succesvol en van toegevoegde waarde gebleken om degenen die het nodig hebben te begeleiden naar zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Inhoudelijk staat mijn fractie dan ook zeker achter het voorstel om de pilotfase om te zetten in een definitieve vorm. Toch, voorzitter, bekruipt mij een gevoel dat er nu een besluit wordt gevraagd, terwijl er nog de nodige onzekerheden en onduidelijkheden zijn. Het beeld is nog lang niet compleet. Ik noem er zo enkele en vraag aan de portefeuillehouder om daar een nadere toelichting op te geven en ook in uw reactie aan te geven hoe u de raad hierin denkt mee te nemen. Inhoudelijke uitgangspunten moeten nog uitgewerkt worden in concrete doelstellingen. Financiële beheersing en controle, gekoppeld aan inzicht in de effectiviteit van ingezette middelen, moeten nog worden ontwikkeld en ondergebracht in de PSC-cyclus. De definitieve vormgeving moet nog worden uitgewerkt. Hiervoor moeten nog verschillende scenario's worden verkend. Er kan nu nog niet worden aangegeven wat de eventuele financiële risico's zijn, dan wel dat er sprake kan zijn van kostenreductie. Ik heb hier even nu letterlijk zaken uit het raadsvoorstel en de notitie geciteerd. En hoe staan de ketenpartners in dit proces? Bestaat er een risico dat één of meerdere ketenpartners afhaken omdat er een verschil van opvatting is over de besturing van de gebiedsteams? Voorzitter, tot zover mijn bijdrage in eerste termijn. Dank u wel, meneer Van der Gampel. Ik kijk naar de partij van de CDA. Mevrouw Joldersma, nu het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Bij ons als fractie staat eigenlijk niet meer de discussie of we door moeten gaan met de Samen Doen Teams. Die discussie is helder, maar de vraag is natuurlijk vooral van hoe gaan we verder met de Samen Doen Teams. Wat net eigenlijk al een beetje werd gezegd, van het is wel moeilijk om op basis van de stukken die nou voorliggen, om daar ook een definitief oordeel over straks te kunnen vellen. Omdat de informatie die we eigenlijk hebben nogal zachte informatie is. Ik heb vanmiddag nog even gevraagd of we ook zelf die eindevaluatie konden krijgen waarin de stukken naar wordt verwezen, want die hadden we nog niet gekregen. Ik begrijp dat die morgen in het RIS-systeem komt. Ik mocht hem al wel vast inzien, dus dat was wel behulpzaam.
Maar dan nog blijft de informatie zachte informatie en zijn we eigenlijk op zoek naar de harde informatie waar net ook al over werd gesproken. Er komt nu weer een andersoortige monitor, lijkt. Wij zitten even te zoeken van wat die andersoortige monitor die dan nu in de stukken staat, wat die ons gaat brengen. Want er was al heel lang sprake van een monitor, maar die komt maar steeds niet. Dus kan de wethouder straks iets meer informatie over heeft dat als we in februari dan een definitief besluit moeten nemen, dat we dan wel over die harde informatie beschikken. Dat even als hoofdvraag over van hoe we straks een besluit moeten maken. Dan heb ik een vijftal concrete vragen. En de eerste vraag kan ik eigenlijk het beste illustreren aan de hand van wat een inwoner mij vertelde over de samendoenteams. Ze zei, voor mij hoeft het niet, die samendoenteams. Uiteindelijk blijkt dat we het toch zelf moeten doen, want het past niet binnen hun hokjes en regeltjes. En dat was iemand die een moeilijk geval was, als die een kwetsbare burger was en die eigenlijk het gevoel had, die samendoenteams die willen wel wat, maar ze zijn nog te veel aan die regels gebonden en hoe het precies volgens de regeltjes moet. En ik val net overal tussen en dan kunnen ze mij niet helpen. Ik zie in de stukken wel dat daarop wordt gereageerd dat we in de toekomst minder bureaucratisch willen worden. Maar kan de wethouder daar toch iets over ons aangeven van, zijn we nou eigenlijk wel in staat om juist bij die complexe gevallen, en dat geeft ook de participatieraad aan, die altijd de neiging hebben om overal tussen te vallen, om dan toch als samendoenteams daar slagvaardig mee om te gaan. Een ander punt wat in ditzelfde citaat eigenlijk zit, is dat er ook iets staat van, ja, we moeten het uiteindelijk weer zelf doen. Want als je kijkt naar dat stuk van 2014, dan is een van de doelstellingen is toch bijdragen aan versterken van de kracht van de mantelzorger en de vrijwilliger. Ja, en ook dat geeft de participatieraad wel heel goed aan. Is het risico nou niet dat we die mantelzorger extra zitten te overbelasten? Sluiten we nou wel echt aan bij de vrijwilliger? Dus ook daar de vraag, zit die versterking van de mantelzorger en de vrijwilliger, zit dat er nou in de toekomst wel in? Dus ons beeld van hoe staan we ervoor vinden we toch nog wel moeilijk op basis van de stukken die naar voren liggen goed te beoordelen. En als we dan kijken naar het toekomstperspectief, dan hebben we daar ook wel wat vragen over. Want waar gaan we nou eigenlijk precies heen? We willen er namelijk naar heen dat we aan de ene kant meer aan die collectieve preventie doen. Hele mooie doelstelling. Maar ja, wat je eigenlijk ziet wat we in de praktijk doen, dus dan komen we echt het denken en het doen, dat we toch nog heel vaak bezig zijn met dat maatwerk, het bepalen van dat maatwerk. Nou, je ziet het ook in het rapport van het Kennisinstituut. Mijn visie zegt ook, wat zij zien bij de sociale teams, is dat ze allemaal veel zeggen over preventie. Maar wat ze feitelijk doen, is daar eigenlijk niet aan toekomen. Dus hoe gaat het ons lukken om die collectieve preventie dan straks wel neer te zetten? Ander punt wat er in 2014 ook in zat, en wat je ook als een soort doel kan zien van die schakel naar veiligheid. Dan heb je het over opschalen, je hebt het over escaleren. Het zit er al een beetje in, dat blijkt ook uit de voorbeelden uit de eindevaluatie. Maar hoe gaan we dat nou straks goed inregelen? Dat we op het goede moment tijdig gaan opschalen. Dan nog een laatste vraag en die heeft te maken met de laagdrempelige toegang. Zeker als het in de toekomst gaat om mensen met inkomen. Heel goed dat die vraag straks meer pregnant bij de samendoen teams naar voren komt. Maar zoals mijn collega Elma ook al aangeeft, die zegt van nou wat wij zien is dat die stille armoede, juist die mensen hebben nog steeds moeite om die toegang tot de samendoenteams te krijgen. Hoe gaan we dat nou in de toekomst dan wel realiseren? Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel. Ik ga naar GroenLinks, een bijdrage vanuit GroenLinks. Heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Naar de bijdrage vanuit de zijde van de ChristenUnie en CDA vallen er een aantal vragen af voor mij weg. Ik wil wel het college vragen, er is een duidelijk advies van de participatieraad. Ik zou heel graag het antwoord van het college daar ook van zien. Daarbij even een vraag over de zichtbaarheid. Sluit eigenlijk aan bij een vraag die zojuist al is gesteld. Is de zichtbaarheid van het samendoenteam al op een gewenst niveau? Wij horen daar wat verschillende signalen over. En verder sluit ik me aan bij, bij de onduidelijkheid die geschetst werd door de ChristenUnie. En inderdaad, laagdrempelige toegang is belangrijk. Een goede stap in die richting wordt door de participatieraad wellicht al aangedragen door de gemeentekaskaart aan te dragen. Daar staat GroenLinks positief tegenover. Ik zou graag horen hoe het college daar over denkt. En
Dat was het. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Net als de heer Van der Grampel en ook mevrouw Joldersma al hebben aangegeven, vonden we het stuk onvolledig. Doe je misschien ook wat tekort, maar wel wat weinig diepgang. Vooral met waar gaan we naartoe in de toekomst? Wat zijn de knelpunten nu? Wat willen we opgelost zien? Maar ook waar geven we nou precies toestemming voor en waar komt het college mee terug? Want er moeten nog wel vragen beantwoord worden. Die zijn allemaal wel eerder genoemd. We hebben misschien eigenlijk ook wel een paragraaf over budgetcontrole. Want we hebben wel vaker gezien dat budgetten niet gehaald worden. Hoe gaan we die in de toekomst bewaken? En wat ons betreft ook meer harde informatie, niet alleen zachte informatie, maar ook kencijfers en zoals bijvoorbeeld hoeveel mensen nemen er nou contact op, welke mensen vallen er nog mensen tussen wal en schip en hoe gaan we dat oplossen. En verder wordt gesproken in een stuk over jeugd, gezinsrelatie en jeugdoverlast. En ik vroeg me af dat het niet jeugdzorg moest zijn in plaats van jeugdoverlast. Maar misschien kan de wethouder daar ook nog even op ingaan. En dat was het. Dank u wel. Meneer Rodemond namens D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij de bijna verzuchting van de voorgaande sprekers. Waar zeggen we ja tegen? Ik heb hem in ieder geval zo gelezen zelf dat het een bredere koers naar de toekomst toe zou moeten zijn. En in dat licht zijn wij blij dat veel inzichten zijn meegenomen. Inzichten onder andere van de medewerkers zelf, de cliënten en de onafhankelijke ombudsvrouw. Mijn vraag daarbij is wel of wij de aanwezige kennis in het brede sociale domein, andere partners, wel voldoende wordt meegenomen in de ontwikkeling van deze samendoenteams. En daarbij dan ook automatisch bijna gekoppeld de vraag, zijn we voldoende in staat om snel en adequaat te reageren op de hulpvraag of signalen van kwetsbare mensen en kwetsbare groepen. Uit daarbij bijvoorbeeld naar scholen, huisartsen, logopedie, etc. die ook een vroegsignaleringsfunctie zouden moeten en of kunnen hebben. Daarbij blijven ons ook geluiden bereiken. Mevrouw Joldersma refereerde daar ook al aan dat sommige mensen naar hun mening in ieder geval niet voldoende of adequate zorg krijgen. En daarmee wil ik ook aan de wethouder nu even vragen, bereiken we iedereen afdoende, ook met nieuwe plannen? Inderdaad zien wij ook wel dat het nu nog procedure- en systeemgericht is in plaats van effectgericht. En die slag zou ik toch wel graag terug willen zien in de verdere uitwerking dan van de plannen. Maar graag is het ook een reactie daarop van de wethouder. Tot zover. Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van Op Koers, de heer Gezink. Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk alleen nog even vragen over de evaluatie. De evaluatie, iedereen is over het algemeen best wel heel tevreden. De cijfers zijn goed, alleen ik zie ook bij de percentages dat 12% de informatievoorziening niet goed is. En dat ze niet zo tevreden zijn. Als je dit doortrekt in absolute cijfers, zijn het wel 150 mensen. Dus dan is het toch mijn gevoel dat het iets minder goed is. Ik vraag me af of deze ook in kaart gebracht zijn op individuele basis. In algemene zaken worden er aanbevelingen aangegeven om verbeterpunten aan te halen. Zijn deze mensen, die 150 mensen, zijn die ook, waar liggen die problemen werkelijk en kunnen die individueel benaderd worden? Dank u wel. Mevrouw Kloekers namens de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid zou graag van de portefeuillehouder willen horen of deze bekend is met een recent onderzoek van Movisie. Aan de hand van peilingen in ruim 200 gemeenten zijn een aantal trends zichtbaar geworden als het gaat om effectiviteit van sociale teams, sociale wijkteams, wijkteams. Het is natuurlijk breed begrip. Harderberg is niet een van de onderzochte gemeenten. Echter komen de knelpunten uit de notitie samen doen nagenoeg overeen, namelijk dat de taken van de wijkteams onvoldoende toekomen aan preventief werken en vroegsignalering, het bevorderen van participatie en zichtbaar zijn voor inwoners. Wat mij nog meer opvalt vanuit dit onderzoek, en dat de meest genoemde tweede schildpartners voor preventie en vroegsignalering huisartsen, woningcorporaties en politie zijn. In de voorliggende notitie worden huisartsen wel genoemd, maar de politie of de woningcorporatie niet, terwijl deze partijen kunnen bijdragen aan de kracht van samendoen om vroegtijdig te kunnen signaleren. Tot slot, over zichtbaarheid en een proactieve benadering van inwoners.
In het stuk lees ik steeds weer en ik citeer: een inwoner kan samen doen makkelijk vinden. En een inwoner kan zich melden. Zou het in het kader van preventie en vroegsignalering niet andersom moeten zijn? Bijvoorbeeld, samen doen kan de inwoner makkelijk vinden. Of samen doen meldt zich proactief bij inwoners. Hoewel landelijk de minst gekozen toegangsroute, volgens onderzoek wel de meest effectieve. Er is nu, meer dan 4 jaar geleden, kennis aanwezig over wat werkt en wat niet. Voor veel knelpunten zoals werkbeheersing, monitoring, sturing en toename van complexe vraagstukken worden concrete aanbevelingen gedaan. Mijn indruk van het voorliggende stuk is dat we in Hardenberg zoekende zijn. En wat onze fractie betreft hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van 50PLUS, mevrouw Verscheur. Dank u wel, voorzitter. Er is best wel al heel veel gezegd en over de laagdrempeligheid, hoe de samendoensteams zichtbaar zijn voor de samenleving hier in Hardenberg. Ik meende stellig, dat is hoe ik de stukken heb gelezen, dat hierna nog iets voorgelegd zal worden. Dat blijkt niet zo te zijn. Dus mijn vraag is van, wat ik van de wethouder graag wil weten, is van, als dit besluit is genomen en het stuk wordt bij de college voorgelegd, of wij ook van tevoren worden geïnformeerd hoe het proces verder gaat. En het proces waar ik het dan over heb is van, zeg maar, alles wat nu al gezegd is. Wat is de ontwikkeling? Wat is de diepgang hierin? Dank u wel. Ik kijk naar de portefeuillehouder, heer Ter Rietstap, voor de beantwoording van de vragen. Nog even teruggeschreven wordt. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Hoop vragen. En het roept bij mij nu ook wel even wat vragen op, zeg maar, van waar we nu staan en hoe we ook kijken naar het samen doen team. We hebben natuurlijk met elkaar een aantal weken geleden ook een informatiesessie met elkaar gehad. Om elkaar ook nog eens even te spreken over, ja, wat doen de samen doen teams? Wie zijn ze? Om er ook mee kennis te maken. Ik hoor een heel aantal, en ik wil er toch eens mee beginnen, van ja, wat ligt er nu voor? Kijk, we hebben na de decentralisatie gekozen als gemeente om onze voorkant op een bepaalde manier te organiseren. Zo noem ik het dan maar even, dus het samen doen teams. Samen doen teams zijn ontzettend hard aan de slag gegaan om te kijken hoe we de vragen die er in de samenleving spelen, om daar adequaat op te reageren. En ik wil mijn bijdrage daar ook wel eventjes aan beginnen, voorzitter, als u het me toestaat, voordat ik op de inhoudelijke vragen inga. Want ik hoor nu een aantal voorbeelden over dingen die niet goed gaan. En ik heb toch de behoefte, als verantwoordelijk portefeuillehouder, om daar ook een ander geluid naast te leggen. Ik loop zelf als portefeuillehouder structureel mee met de samendoenteams. Dat wil zeggen dat ik niet 1 keer meeloop, maar gewoon af en toe mee wil lopen om te weten wat er gebeurt. En dan ga ik mee naar de kritische gesprekken. Dan wil ik proeven wat er in onze samenleving speelt en wat ons antwoord erop is als gemeente. En ik hecht er even waarde aan om dat hier ook wel daar neer te leggen. Want ik ken ook uiteraard de gevallen die schrijnend zijn, waar we niet met elkaar, dat we zoekende zijn met een decentrale taak vanaf 2015, waar het zoekende is om daar een goede invulling aan te geven. Maar ik wil er ook iets tegenover zetten, is dat wij met elkaar iets georganiseerd hebben. Wat ik ontzettend krachtig vind aan de gemeente Hardenberg, iets georganiseerd wat we niet denken alleen te kunnen. Want een deel van de vraag gaat over de kwaliteit. Wat wij niet alleen kunnen. Dus we hebben gemeente met onze ketenpartners te moeten doen. Ketenpartners die vanuit een specialisme, met een bepaalde achtergrond, om te zorgen dat die teams bemensd zijn met mensen met verstand van zaken. En ik constateer dat wij mensen daar hebben zitten met verstand van zaken, die met hart en ziel inzet plegen om de vragen die in onze samenleving spelen, om daar op een adequate manier invulling op te geven. Gaan de dingen niet goed? Voorzitter. Ja, vast, voorzitter. Voorzitter. Ik wil graag even de portefeuillehouder een betoog laten afhaken. Dank u wel, voorzitter. En ik hecht er toch even waarde aan om met elkaar ook te zeggen, niet om de slechte geluiden die er niet zijn, om die weg te nemen, maar wel om daar even mee te beginnen. Dat is voor mij toch even een zoektocht nadat ik de reacties heb gehoord. Ik denk, ja, wij hebben als raad, als gemeente Hardenberg, met elkaar besloten om het op een bepaalde manier te organiseren. En dat doen we met volle ziel en zaligheid. En dat leg ik hier neer. En ik wil ook de positieve kant er even bij benoemd hebben. Voorzitter, ga ik straks in op de voorzitter. Hartstikke goed, dankjewel. Dan ga ik nu naar de heer Rodemond voor een verduidelijkende vraag.
Nou ja, het is meer een aanvulling op het pleidooi van deze wethouder. En ik dank hem op zich daarvoor. Ik wil alleen benadrukken dat wat mij betreft in ieder geval er geen twistpunt was dat er goede dingen gebeuren in Hardenberg. En die zie ik natuurlijk ook. Alleen hebben we ook daarbij gezegd dat niemand buiten de boot zou moeten vallen in Hardenberg wat betreft zorgvragen of hulpvragen. En als je ziet dat er toch nog mensen zijn die een zorg- of hulpvraag niet adequaat beantwoord zien, tenminste volgens zichzelf, is daar nog wat werk. In aanvulling op al het goede werk wat er gebeurt, laat ik het dan zo formuleren, is er nog wat werk te verzetten om ook die vraag goed te kunnen beantwoorden. En nogmaals, het is geen twistpunt dat mensen juiste dingen doen. Ik vraag alleen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het nog beter gaan doen? Daar ga ik mij vervolgens zeker op aanvullen, voorzitter. Want dat is wel wat wij als college hebben gemeend met deze notitie voor te leggen, is een eerlijk verhaal neer te leggen. En er zitten onafhankelijke evaluaties in, die laten een goed beeld zien, maar die laten ook zeker ontwikkelpunten zien. En wat wij geprobeerd hebben, in ieder geval in de notitie die er nu liggen, is dat er wel degelijk ontwikkelpunten zijn. Ik voel mij als verantwoordelijk portefeuillehouder en u voelt u als raad verantwoordelijk voor die gevallen waar het hartstikke moeilijk gaat. En wij zijn zoekende vanuit een decentrale taak, en het was ook een van de vragen van de PvdA, van ik proef uit de notitie dat we zoekende zijn, en ik durf te zeggen wij zijn ook nog zoekende, om te kijken hoe we die doorontwikkeling gaan maken van die samendoenteams. Want wat ik, volgens mij is hetzelfde titel van het stuk, het is de doorontwikkeling van de samendoenteams. We zijn gestart als raad met een pilot voor de samendoenteams, om te zeggen van jongens, wij gaan het zo organiseren in samenhang met onze ketenpartners. We hebben die pilot een paar keer verlengd. En aan mijn schone taak, zeg ik maar eventjes net nieuw in het college, om te zeggen, nou, dan gaan we dat nu definitief maken. Nou, met het definitief maken hebben we nog hard moeten werken, want volgens mij was daar ook een van de vragen op gericht van, ja, volgens mij zijn die evaluaties al een tijdje geleden geweest, en waarom zijn we dan nu, zeg maar, zo vlak voor het nieuwe jaar pas bij u? Omdat we met elkaar ook heel scherp, ook in relatie tot de ontvlechting, heel scherp willen hebben, waar zit die doorontwikkelpunten? En wat mij betreft hebben we de voorkant ontzettend goed georganiseerd. Zitten er ontwikkelpunten? We hebben hem in de notitie aangegeven, zeker als het gaat over het gebied van werk en inkomen. Heb ik ook in meerdere vragen terug horen komen, zit daar een ontwikkelpunt in? Die zitten bijvoorbeeld nu niet in de samendoenteams. Terwijl we nu gezegd hebben, volgens mij moeten we ons doorontwikkelen vanuit hetzelfde principe die we hebben, naar een soort wijkgerichte teams. Maar als je weet dat er veel problematiek is, bijvoorbeeld armoede, dan moet je misschien wel iemand van werk en inkomen om dat generalistische team, waar specialismen in vertegenwoordigd zijn, om te zorgen dat je dat ook vertegenwoordigd hebt en het hebt waar je nodig hebt. Die doorontwikkeling doen we allemaal om te kijken of we dat beter kunnen organiseren om diegene die nu tussen wal en schip, of die het gevoel heeft dat hij van het kastje naar de muur, want er komen er hier ook nog heel veel bij het loket, die van het kastje naar de muur worden gestuurd, om toch te kijken hoe we die vanuit onze samendoenteam, dat zeg ik onze voorkant in onze samenleving, beter kunnen organiseren. Dat proberen wij dus te ontwikkelen en die ontwikkelpunten laten we nu zien. Wil ik ook even teruggaan naar de vraag van wanneer komen we dan terug bij de raad. Ja, wat we nu doen is eigenlijk een vervolg geven op de raad, wat de raad als kader heeft vastgesteld. Want ik hoorde namelijk ook een aantal beleidsmatige uitgangspunten, maar dit gaat over de organisatievorm zoals wij hebben gemeend onze voorkant te moeten organiseren. Nee, gemeente, het is niet dat wij als u komt maar bij het loket in het gemeentehuis. Nee, we gaan met een soort samendoenteam, met een eigen naam, samen met onze ketenpartners, in een netwerk gaan we dat organiseren. Dat was de pilot. Feitelijk is het beleid niet veranderd van u als gemeenteraad. Dus geven we nu een verdere invulling om dat te bestendigen. En daarmee hebben wij gemeend als college om naar uw raad te gaan, om te zeggen van, maar let wel op, er zitten een paar doorontwikkelpunten. En die doorontwikkelpunten willen wij u in meenemen om die ook inzichtelijk te maken. Om vervolgens ook, en dat komt ook straks in die feitelijke organisatievorm, maar daar willen we het ook in laten terugkomen. Daar zeg ik bij van, ja, in principe is de organisatievorm wat mij betreft een collegebevoegdheid. Zo plat zeg ik hem dan ook maar eventjes. Maar bent u het met ons eens, en dat is wat ik aan de raad vraag, van, ja, dit zijn de doorontwikkelpunten van, het beleid blijft overeind, uw beleid blijft overeind. Als college zegt van, nou, hier willen we extra aandacht aan geven. Geef ons als college, zeg maar, nu de opdracht om ook met die doorontwikkelpunten, erkent u die ook? Ik hoorde heel veel verhalen, zeg maar, van u, die in de notitie zitten, van waarmee wij als college de gesprekken voeren, als we hiermee verder gaan, met onze ketenpartners. En dat is feitelijk wat we hier doen. En dan willen we dat in een definitieve organisatiestructuur vormen, want het was nu een pilot. Alles was op tijdelijke basis. Tijdelijke contracten,
tijdelijke subsidieverleningen met onze ketenpartners, waar we nu gezegd hebben van ja, pilotfase voorbij, door u zelf aangekondigd na een bepaalde periode. En dat gaan we nu definitief maken. En dat is wat ons betreft, voorzitter, een collegebevoegdheid. Uiteraard informeren we u daarover bij zowel de PNC-cyclus als met de, ja, gewoon de jaarstukken die daar onderdeel van uitmaken, hoe we dat feitelijk willen organiseren. Nou, een aantal van de vragen gaan er ook over van ja, en hoe staan onze ketenpartners daarin? Omdat er doorontwikkelpunten in zitten en dat wij ook vinden dat we die organisatie beter, en dat hebben we ook met die informatiesessie met elkaar gedeeld, dat wij ook vinden dat we daar beter grip op moeten hebben, met name die jeugdzorg. Hè. We hebben het ook over tekort. Dat zit niet in het jeugd of direct in het samen doen team. Maar wel zeg maar wat wij ons, de programma's die we daarin draaien, dan wil ik daar ook meer invloed op kunnen hebben. Dus dan wil ik ook invloed op de voorkant kunnen hebben om onze verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben te kunnen dragen. Dat is de doorontwikkeling. Dat zijn gesprekken die wij nu gaan voeren met onze ketenpartner. Dus we zeggen, wij willen heel graag in het netwerk verder. Dat was, is volgens mij een absolute kracht die wij hebben. Movisie, inderdaad bekend, laat ook zien een heel aantal delen van de onderzoeken die wij nu doen. Wij hebben in onze organisatie, kijken wij veel buiten de deur, om ook even op de vragen in te gaan die gesteld zijn. Hoe doen andere organisaties? Het alternatief is, je kunt het helemaal binnen weer in ons huis halen. En we nemen bij wijze van spreken de mensen in dienst van de ketenpartners. Want je moet wel je voorkant georganiseerd. Of je blijft wel in de netwerkconstruct werken. En wat ons, en dat is dit voorstel wat nu voor u ligt, hebben we gezegd, laten we nou in dat netwerkconstruct proberen blijven te werken, waar we nog meer invloed op de regie en op de achterkant ook kunnen hebben. Wat hebben we als beleid en wat is de output? Dus die monitor, waar ook naar gevraagd werd, die nu onderdeel van uitmaakt en die we ook willen kijken, hoe kunnen we die ook relateren aan de PNC-cyclus, is er ook op gericht om niet alleen de financiële output, zeg maar, hè, van hoe zit het nu met de tekorten in de WMO, de tekorten in de jeugdzorg. Ja, daar spreken we nu nog over, maar laten we zeggen in de toekomst naar de overschotten WMO, overschotten, als we nog een hele paar mooie inzetten op preventie weten te maken, of onze beleidsmatige kanten. Daar verantwoorden we over in de PNC-cyclus. En die moet als raad ook invloed kunnen uitoefenen. En zegt van nou, dan wil ik aan die knop draaien. En dan moet het aan die voorkant georganiseerd zijn. Daarom meer invloed. Dat is feitelijk wat er nu voor ligt. En dat is waar wij als college mee aan de slag willen gaan. En waar we dus eigenlijk nu van vragen. Van, is dit, delen jullie met ons die mening? Is dit de doorontwikkeling van uw eigen vastgestelde beleid? Of zien wij er iets over het hoofd? Of heeft u een andere richting voor ogen? Voorzitter, ik besef me dat ik niet op elke vraag individueel antwoord. Maar ik denk wel dat dit grotendeels de strekking is van de vragen, de antwoord daarop. Helder, dank u wel. Heer Ormond, nog een specifieke vraag. Ik had zelf in ieder geval een opmerking / vraag gesteld rondom de observatie, overigens ook van mevrouw Jolders, maar dat hier en daar we nog wat procedure en systeem gericht zijn. En nu luister ik de antwoorden van de wethouder die heel erg gaan over de structuur, het systeem. En hij noemt zelfs het woord output in plaats van outcome, wat mij betreft. Daardoor nogmaals even de vraag van hoe kunnen we een kanteling maken binnen de staande organisatie van die procedure- en systeemgerichtheid naar effectgerichtheid. Dus dat we dat werkelijk doen voor de mensen in de samenleving. En dat is toch een andere manier van denken dan dat we tot nu toe hebben gehoord, denk ik. Dank u wel, heer Rodeman. Heldere vraag. Ik denk toch dat daar een gesuggereerde tegenstrijdigheid in zit die wat mij betreft niet is. De voorkant, ik ben absoluut voor het ontschotten. Maar ik ben er ook absoluut voor als wij een verantwoordelijkheid dragen in de jeugdzorg. Als wij een verantwoordelijkheid dragen, een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid dragen in de BMO. Dat ik aan de achterkant, ontschotten doe je wat mij betreft aan de voorkant. Hè, je moet iemand aan de voorkant er niet mee vermoeien van binnen welk budget het is. Uw raad heeft ook bijvoorbeeld een gezins- en calamiteitenbudget volgens mij beschikbaar gesteld. Om juist ook van waar het soms lastig is. Om daar de voorkant niet mee te vermoeien, zeg maar. En dat we gewoon adequaat kunnen handelen. Dat moeten we georganiseerd krijgen. En dat is ook de werkwijze die we met elkaar nastreven. Maar waar ik wel naar zoek, is van een domein. Jeugdzorg, WMO. Die zo onder het vergrootglas ligt. En dat is niet alleen hier. Dat wij met elkaar wel moeten gaan nadenken, willen we het ook op de langere termijn nog kunnen financieren. Hè? We zijn niet voor niets met de VNG, met het Rijk in gesprek. De tekorten zijn groot. En ik wil een manier vinden dat wij
ook snappen wat de relatie is tussen het beleid wat wij met elkaar proberen uit te voeren, die de samen doen teams feitelijk uitvoeren. Totaal ontschot wat mij betreft, want die voorkant, daar staat geen bordje voor, ik ben van de WMO of ik ben van de jeugdzorg. Nee, u meldt u bij het samen doen team. Moeten we nog heel veel doen aan de communicatie, daar zijn we nog lang niet. Maar dan zit u aan een ontschotte voorkant, maar aan de achterkant, en daar heb ik het dan over, de relatie tussen voorkant en achterkant, daar hebben wij nogal wat slagen te maken, zeg ik dan als verantwoordelijk bestuur. Goed, volgens mij een heldere beantwoording. Ik ga naar mevrouw Jolsma, maar ik wil wel graag u attenderen ook op de tijd waar we mee zitten, want we hebben een volle agenda vanavond. En ik wil niet te kort doen aan dit onderwerp, maar ik wil u wel verzoeken om puntige vragen te stellen en ook puntige antwoorden te geven. Mevrouw Jolsma. Ja, ik stel mijn vraag ook omdat straks een tweede termijn dan niet nodig is. Ik dank u voor de bevlogenheid, maar ik denk dat we eigenlijk dat in de raad wel met u delen. De kritische opmerking vind ik horen erbij, want dat moet ook in zo'n fase. En hoort denk ik ook bij de wijze waarop u de raad wilt betrekken. Want u legt een definitief voorstel neer. U legt een soort tussensituatie neer. Maar kunnen we het dan ook zo zien dat als wij straks de eindbespreking over dit voorstel hebben, dat als het ware dat we daar nog dingen kunnen aandragen die u gaat verwerken in het raadsvoorstel wat we in februari krijgen. Want daar krijgen we een concreet voorstel, begrijp ik, als ik het goed begrijp. Voorzitter, zoals ik heb aangegeven, is het feitelijke besluit is een collegebesluit. Hè, want het gaat over een organisatiestructuur die uiteraard via de actieve informatieplicht wel bij u komt. Dus wat mij betreft niet eens een plicht, daar wil ik u graag actief over informeren, laat ik zo zeggen. Over hoe wij de uitgangspunten, en uw eerste vraag is van, ja, dat u nu iets aan ons meegeeft, dat is waar ik naar op zoek ben, waar ik als college, waar wij vanuit het college, zeg maar, die organisatie op kunnen gaan inrichten, waar u nu ervan uit moet gaan dat dat is volgens de kaders die u ons meegeeft, het huiswerk wat u ons meegeeft. En dan is het wel weer een collegebevoegdheid. Maar als ik goed beluister, om het even heel concreet te maken, is er ruimte om punten aan te dragen? Dat is volgens mij het antwoord waar mevrouw Jolsma op zoek naar is. Ik heb inderdaad aangegeven, de notitie die nu voor ligt, dat is waarmee ik aan het werk ga, waarmee ik de gesprekken wil voeren. Als u zegt van, ja, maar u mist daar iets, college, of u doet iets te veel, dan is wat mij betreft dit het moment om die opdracht voor mij scherper te maken. Prima, helder. Volgens mij is daarvoor de beantwoording van mevrouw Jolsma in ieder geval voldoende. Ik kijk nog even rond of dat voor iedereen het geval is. Mevrouw de Schuur, een laatste vraag naar van uw kant. Ik heb nog een andere vraag. Dat gaat naar aanleiding van de brief die wij mee hebben gekregen in het RIS, hè, van de adviesraad. De adviesraad die biedt een aantal adviezen aan. Bijvoorbeeld over de meterkaskaat. In het verleden hebben we die gehad. En op een gegeven moment is die eruit gehaald. En het is wel iets wat ik ook vaker hoor van mensen om mij heen. Hadden we maar. Worden die adviezen ook meegenomen? Wordt daar ook bij stilgestaan? Volgens mij, en ik heb begrepen dat hij wat later in het RIS heeft gezeten. Dat weet ik niet helemaal, want uw vraag was daar ook op gericht, hè, voor zo over. Voorzitter, wettelijk kan ik de portefeuillehouder even helpen. Ik heb zojuist mijn systeem vernieuwd. Geüpdate en het staat er in het RIS. En nu staat het erin. Vanmiddag was dat nog niet het geval, maar nu kan ik het zien. Dus, het staat erin, heel goed gedaan, ook de beantwoording, en dat is misschien wel, die staat daar ook in. En dat is een van de suggesties die wij heel graag over. Dus, maar dat is uw antwoord staat ook op papier aan de participatie. Is goed. Goed, volgens mij is daarmee de beantwoording in de eerste termijn voldoende. De heer Van der Gampel, ik verleng de eerste termijn nog even om daarmee ook te voorkomen dat we naar een tweede termijn toe hoeven. Dus de heer Van der Gampel, aan u nog even het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, wellicht om te voorkomen voor een tweede termijn. Het klopt, wethouder. Het beleid is niet veranderd. Daar staan we nog steeds als raad volmondig achter. Een aantal doorontwikkelpunten die hier in de notitie staan en in het raadsvoorstel betreffen voor een aantal delen ook organisatorische ontwikkelpunten. Dat is een bevoegdheid van het college. Uiteraard kunnen wij als raad altijd zaken via de actieve informatieplicht op de agenda zetten. Maar ik wil u in overweging geven, want dat staat ook in het raadsvoorstel. Er komt een raadsbrief aan. Als u een besluit neemt over de definitieve vormgeving, dan zou ik u in overweging willen geven om dat wat uitgebreider te doen en dan ook daarin mee te nemen een aantal doorontwikkelpunten die hier ook in gesignaleerd staan. Daarmee wordt het beeld voor ons als raad nog wat completer, neem ik aan. Dank u wel, meneer Van der Gampen. Volgens mij bent u op zoek naar een heldere toezegging. Ik kijk even naar de portefeuillehouder of die toezegging er kan komen. Voorzitter, ik denk dat het een goede werkwijze zou kunnen zijn om het collegevoorstel te vergezellen van een raadsbrief
over hoe wij die verdere invulling, tenminste als ik het goed begrijp, is daar waar de behoefte aan ligt. Om die, het collegevoorstel te vergezellen van een raadsbrief, om een duiding te geven hoe we die verwerking hebben gedaan van die doorontwikkeling. Uitstekend, helder. Mag dat zijn voor de eerste termijn? Dat is het geval. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan gaan we verder met agendapunt. Oh ja, nog even de vraag, gaat dit door als hamerstuk of als spreekstuk naar de raad? Ik hoop een spreekstuk, daarbij gaat dit dus als spreekstuk door. Agenda punt 5, intrekken verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Hardenberg. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Niemand? Mag ik daarmee concluderen dat dit als hamerstuk door kan naar de raad? Dat is het geval. Helder, daarmee zijn we aangekomen bij agenda punt 6, aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Van der Grampel. CDA, niemand. Mevrouw Meijering. Mevrouw Meijering, aan u het woord. Ja, in dit stuk staat dat paragraaf, of artikel 15, lid 2, een hoger tarief voor huishoudelijke hulp tot gevolg heeft. Zoals de fractie al een paar keer benaderd over het uurtarief, waar wij niet mee werken, maar met het vaste tarief output gericht op een schoon huis. En onze vraag is, heeft er ook gevolg voor dat tarief, nu dit uurtarief wordt aangepast? En dat was het. Dank u wel, mevrouw Meijering. Ik ga naar de heer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Raadsvoorstel is duidelijk, is gebaseerd op een aantal noodzakelijke aanpassingen op grond van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Toepassing van het principe van de reële kostprijs voor de huishoudelijke hulp en de uitwerking van de algemene maatregelen van bestuur voor het invoeren van een vast tarief van €7,50 per periode als bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen in Natura en PGB's. Maar als ik dan ook het raadsvoorstel bekijk, staat er bij de risicoparagraaf aan het vaststellen van deze verordening zijn geen risico's verbonden. Ik zou toch de portefeuillehouder willen vragen of dat wel zo is. Want ook de VNG en de Raad van State zien in de invoering van het abonnementstarief een groot risico, namelijk de mogelijkheid van een aanzuigende werking, omdat in veel gevallen dit tarief lager zal zijn dan wat een individuele burger hier nu voor betaalt. Dus als de portefeuillehouder dat ook deelt, denk ik van ja, dan zijn hier toch wel degelijk risico's aan verbonden. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Ik heet naar de portefeuillehouder, meneer Breukeman. Nee, is niet meneer Breukeman, de heer Terietstap. Aan u het woord. Voorzitter, u werd verrast dat ik hier ben, begrijp ik. Ik was in de veronderstelling dat de heer Breukeman dit in zijn portefeuille had. Probeerde ik halverwege het gesprek ook nog, maar het is me niet gelukt. We kunnen nog een keer proberen hoor, dus wat dat betreft, ik hou u niet tegen. Nee, maar even twee punten. Ik snap overigens, laat ik bij de laatste beginnen over, want wij zien wel degelijk een risico in het abonnementstarief. Hè? Dat is een van de. Maar het voorstel, even technisch gezien, wat er nu inhoudt, is de exacte vertaling zeg maar, van wettelijke wijzigingen die wij nu doorvoeren. Dus ik ga met u mee als u zegt van ja, wacht even, maar die feitelijke doorvoering heeft wel degelijk een risico, financieel risico. Daarin vindt u me, maar het feit en het voorstel wat het nu eigenlijk even is een technische exercitie, zeg ik dan eventjes. Er zijn wat wettelijke aanpassingen geweest, die verwerken we. Dat geldt ook voor dat tarief. En wij moeten dat nu gewoon doorvoeren, zeg maar. En dat is wat het voorstel nu even behelst. Echt die technische verwerking daarvan. En daarvan zeg ik, ja, daar kunnen niet zoveel mensen bezwaar tegen hebben. Daar zit niet direct het risico. Maar wat je feitelijk doet, met name hè, ook als je het over de verhoging van de tarieven of over de abonnementstarief hebt, ja, daar zijn wij wel minder gelukkig mee, om het zomaar eens voorzichtig uit te drukken. Maar dat is iets waar wij niet de invloed op hebben, omdat het gewoon een vertaling is die wij wettelijk moeten doorvoeren in de nieuwe verordening voor 2019. Voorzitter. Mag dat zijn? Ik kijk even naar mevrouw Meijering in het geval en de heer Van der Grampel is ook het geval. Dan rest mij de vraag of dit voldoende is voor de eerste termijn en of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat is het geval en geen behoefte aan een tweede termijn. Dan stel ik u de vraag of dit door kan als hamerstuk.
Hamerstuk, hamerstuk. Daarmee is dit een hamerstuk geworden. U heeft de snelheid er goed in zitten, mensen. Even kijken, we zijn inmiddels aangekomen bij agenda punt 7, voorgenomen besluit, nieuw beschut werk. Wie mag ik daarover het woord geven? Heer Van der Gampel, u blijft bezig. Nou, leuke avond voor u, meneer Van der Gampel. Vooral de voorbereiding volgens mij. Meneer Bakhuis, de heer Gering. Meneer Hofsing, ik moet even schakelen. En meneer Schuurman, ik ga beginnen met meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. De mensen die met de pilot hebben meegedaan, die komen nu in dienst van Laicom. Vallen zij daar ook meteen onder de CAO van Laicom en ook onder het pensioenfonds. Ook in de toekomst komen er nog nieuwe mensen, zoals u leest in het stuk, die eerst bij Laicom, vallen die ook onder de CAO en het pensioenfonds. Tot zover. Dank u. Dank wel. Ik moet wel zeggen dat het een hele technische vraag is die ook op voorhand gesteld had kunnen worden. Dus ik laat het even aan het college over of ze die wel of niet gaan behandelen. Dus dat wil ik wel even direct teruggeven. De heer Hofsing, aan u het woord. Volgens mij is dat de eerste keer dat u in deze raad het woord mag voeren. Of ben ik wat abuis? Jazeker. Hartstikke goed. Succes. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen, problemen, opmerkingen. Het woord verdankt. Goede werk. Een pilot. Goed is dat werk. We hebben wel een opmerking over het niet vinden van de jongeren. Voorzitter, ik vind het lastig te verstaan. Misschien dat de microfoon iets dichterbij komt. Ja, ik kan dat moeilijk zien. Wellicht dat de microfoon inderdaad iets dichterbij kan komen. Voor mij, ik zit dichterbij, dus ik hoor het luid en duidelijk. Maar... Zo. Ja, kijk, heel goed. Zo is duidelijk. Goed. Geen vraag, meer een opmerking over de jongeren die niet voor het UWV in aanmerking komen. Dat die worden gevonden door een jongerenwerker. Als het, het nieuwe beschut werk het niet kan vinden. Dat was het. Dank u wel. Ja. Dan ga ik naar de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. De vraag van de VVD-fractie betreft de risico's en de kanttekeningen. Want daar staat uitgewerkt dat mogelijkwijs niet wordt voldaan aan de taakstelling. En daar is veel over te doen geweest de afgelopen periode. Met boetes die waarschijnlijk uitgedeeld zouden kunnen gaan worden. Maar ook de principiële, dus dat is punt 1. Waarom? Het doet de portefeuillehouder dit. Waarom is het voorstel? Is het wel aan de gemeente om zo de rand van de wet op te zoeken? Want u zegt ook nog erbij, we voldoen wel aan wat de wetgever beoogt. Dat is een hele gevaarlijke opmerking, want als iedereen dat doet in het dagelijks leven, voorzitter, dan krijg je heel veel discussies. Hè. Daar kan ik ook in het verlengde van de afvalstoffenverwerking mijn vuilnis zelf gaan verbranden. Hè. Dan voldoe ik ook aan wat de wetgever beoogt. Dus de vraag is dat nou wel verstandig? Hè? Moet je als wetgevend orgaan, moet je als uitvoerder van de wetgevend orgaan zo bewust zoeken naar de randen van wat mogelijk is? Wat zijn de risico's daarvan? Ook in het verlengde van wat de staatssecretaris de afgelopen week heel duidelijk op het journaal onder andere over zei, ter zake boetes. En de laatste vraag, zou het niet verstandig zijn om dit voordat u besluit een dergelijke rand van de wet op te zoeken, om het gewoon voor te leggen of u daarmee voldoet, zodat u mogelijke boetes en risico's vermijdt. Datzelfde lees ik ook namelijk in de participatieraadbrief, die vindt het ook onverstandig om het op deze manier te doen. Dus de vraag, waarom dan toch uitvoering aangeven? Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Bakhuis, nu het woord. Dank u, voorzitter. Twee vragen van ons zijn ook al gesteld door de VVD. Dus daar sluit ik me graag bij aan. Een aantal andere vragen van onze kant. Het voorstel geeft ook aan dat verwacht wordt dat dit voorstel binnen de begroting past. We zijn benieuwd welke monitoring er is ten aanzien van het uitkomen van die verwachting. En wat gebeurt er bijvoorbeeld als die verwachting anders verloopt? Dan, wie bepaalt als er dus geen indicatie gesteld wordt, als het een NN-verhaal wordt, wie bepaalt dan wie er toegang krijgt tot beschut werk, indien er geen indicatie aan de grondslag ligt van het UWV? En op grond waarvan wordt die toegang dan bepaald, als die indicatie er niet is? En die sluit aan bij de heer Hofsink. Hoe zorgen we ervoor dat de doelgroep die mee kan doen, goed in beeld komt? Tot zover. Helder, dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Gampel. Ik ben benieuwd of er nog vragen voor u over zijn. U hebt natuurlijk al eens een keer als eerste het woord gehad en nu een keer als laatste. Dus ik ben benieuwd wat u nog kunt toevoegen. Dank u, voorzitter. Fractie van de ChristenUnie is het op zich eens met dit voorstel. Kunnen wij van harte achterstaan. Alleen wij plaatsen ook even een kanttekening met dubbel T bij deze paragraaf. In het raadsvoorstel. En we gaan misschien nog even iets verder dan wat de heer Gelling aangeeft.
Wij kunnen ons voorstellen dat het college gewoon proactief een brief richting het ministerie opstelt, maar daarin een uitleg, een verdediging van waarom men tot deze keuze is gekomen, om te voorkomen dat men inderdaad wordt aangewezen en een boete op het dak krijgt. Dan kun je altijd zeggen van wij hebben u vroegtijdig goed geïnformeerd, dit is onze keuze, dus wij zouden adviseren aan het college, doe dit gewoon proactief, stuur een brief met de uitleg en motivatie van uw redenen. Dank u. Goed, dank u wel. Ik was wel even benieuwd wat u heel expliciet zei met dubbel T. U wil dus zeggen dat er geen kan-tekening is. Goed, even helder daarin. Ik geef mevrouw Luiten als portefeuillehouder graag het woord hierover. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn gesteld van wat gebeurt er nou als we zo langs het randje van de wet gaan? Ik hou daar wel van, maar ik kan u geruststellen, dat doen we toch maar niet meer. We hebben dat juist in de pilot de afgelopen 2 jaar gedaan. Daar hadden we overigens hele goede redenen voor. En we hebben ook heel serieus overwogen of we daarmee door zouden gaan. Omdat wij vonden dat we in de geest van de wet nog, nou ja, zou je kunnen zeggen, ruimhartiger waren. Na ampele overweging en ook mede op basis van het advies van de participatieraad hebben we gezegd, ja, waarom zou je daar nou inderdaad risico's lopen op boetes? Terwijl we eigenlijk vinden dat we juist goed bezig zijn. En op het moment dat we wel initiëren, dan kunnen we dat ook beter laten zien. Dus nu doen we het inderdaad voor vanaf nu, wat ons betreft, in dit voorstel en. Dus we gaan wel degelijk ook op basis van indicaties. Maar daarnaast, als je niet bent geïndiceerd, maar toch door onze medewerkers aan het loket onder andere en op alle andere plekken, bijvoorbeeld samen in overleg samen met de pro-scholen en de VSO-scholen, blijkt dat je toch die capaciteit niet hebt, dan kan je bij ons toch toetreden tot dat nieuw beschut werk. Dus dat betekent dat wij eigenlijk de grenzen ruimer stellen, formuleren, dat we openstaan voor meer mensen dan alleen maar die hele strikte initiëring door de UWV, want die is best aan de strenge kant. Maar omdat we nu ook gaan aanmelden, dus ook initiëren, voldoen we keurig aan de taakstelling. En dan doen we daarnaast toch nog steeds wat we als met een genereus beleid belangrijk vonden. Of we dat binnen de begroting kunnen doen, we denken het wel. Mocht dat niet zo zijn, nou dan kom ik weer bij u terug. Maar afgezien daarvan, het zijn sowieso mensen, op het moment dat je die indicatie hebt, zijn wij als gemeente, blijven wij heel lang verantwoordelijk tot AOW. Dus dat betekent dat je sowieso die plicht hebt. En dan wordt het op een gegeven moment ook wel een verhaal van uit welk potje je dat dan ook moet betalen. Of dat nou bijstand is of iets anders. Uiteindelijk zijn dat mensen die niet op een normale manier in hun geld kunnen voorzien. Of in ieder geval niet in een volledige. Dus wat dat betreft zijn we daar sowieso voor verantwoordelijk. En wij vinden, laten we die verantwoordelijkheid dan ook ruiterlijk nemen. Daar komt het op neer. Ik geloof eigenlijk dat ik er dan... Oh, ik had nog een vraag van 50+. Nee, bij Larcom is geen cao. Er was wel een cao, maar dat was voor sociaal werk. En die regeling is natuurlijk opgeheven. Dat betekent dat de medewerkers daar niet in die cao vallen. En daar ook geen pensioen opbouwen, omdat ze, wat ik al zei, sowieso onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Net als iemand die zijn hele leven een bijstandsuitkering zou hebben, die heeft ook geen pensioen opgebouwd. En de brief van de heer Van der Gampel? Nou ja, die ging over een boete. We moeten niet een brief sturen om te voorkomen dat we een boete krijgen, maar we gaan dus geen boete krijgen, omdat we wel gaan voldoen aan de wet, maar daarnaast nog doen wat wij zelf ook nog nodig vinden. Oh, dank u wel. De heer Gelling heeft een aanvullende vraag. Nee, voorzitter, een verhelderende vraag. Want ik begrijp het nu niet meer. Want in het voorstel staat dat u niet aan de taakstelling voldoet. En u zegt nu dat u wel aan de taakstelling voldoet. En dan ter verheldering, waarom staat hij dan dat u er niet aan voldoet? We voldoen op dit moment niet aan de taakstelling, omdat we net iets te weinig mensen volgens onze eigen telling hebben. Maar de afgelopen 2 jaar hebben we gezegd, we gaan niet dat formele stempeltje halen. Dat moet je wel. Hè. Volgens de wet zou je dat moeten. Er zijn meer gemeentes die daar mee hebben getwijfeld en daar niet helemaal zeker van waren. Wij hebben gezegd, als we nou gewoon niet indiceren, en daar was ook een goede reden voor, omdat op het moment dat je
dat niet doet, dus niet eist, dan gaat u eerst even langs het UWV om daar zo'n stempel te halen. Dan belast je mensen misschien ook wat minder. Het blijkt bijvoorbeeld bij jongeren misschien wel hopelijk dat ze dan na 10 jaar of na 5 jaar zoveel ervaring hebben opgedaan, dat ze wel in hun volledige eigen inkomen kunnen voorzien. En dan heb je niet zo'n indicatie. Dat is zo'n gunstige reden. Vandaar dat we zeiden, we voldoen wel aan de wet, want we helpen eigenlijk meer mensen dan we zouden hoeven doen. Maar we vinden gewoon dat er niemand buiten de boot moet vallen. Alleen, zoals de participatieraad terecht zei, er is ook niks op tegen om ze wel te initiëren en nog steeds ruimhartig te blijven. En dat is uiteindelijk waar we voor hebben gekozen. Dus in de pilot klopt het, dat wat u ook zei, daar gingen we langs het randje van de wet. Maar voor het vervolg hebben we er toch voor gekozen, omdat we vinden dat het ons beleid ook niet schaadt om wel aan de wet te voldoen. Voldoende. Meneer Bakhuis. Mevrouw Leuder zei net dat we net langs het randje van de wet zijn gegaan. Houdt het dan ook in dat we dan niet in die laatste 2 jaar aan die taakstelling hebben voldaan en alsnog een tik over de vingers kunnen krijgen van de overheid? Dat zou theoretisch kunnen. Wij denken nog steeds, want soms moet je ook wel geloven in je eigen beleid. Dat mochten we daar een opmerking over kunnen krijgen, dat we heel goed kunnen uitleggen en ook kunnen laten zien dat we hebben gedaan waar die wet voor bedoeld was. Sterker nog, dat we meer hebben gedaan dan we hadden gehoeven. Tot het zover is, gaan we ervan uit dat we dat gewoon prima kunnen uitleggen. En mocht dat niet zo zijn en we krijgen een boete, nou dan hebben we, dan geloven we nog steeds dat het goed was wat we hebben gedaan. En dan geloven we ook nog steeds dat het goed is wat we gaan doen. Alleen dan voldoen we wel aan de wet. Het punt was namelijk, even voor de verheldering, want dit is toch wel een beetje het centrale punt. Omdat wij die mensen niet lieten indiceren, is er niemand geregistreerd. Dus in de boeken staat formeel gezien, de gemeente Hardenberg heeft niet voldaan aan zijn taakstelling om zoveel mensen met zo'n indicatie te helpen. Wij hebben feitelijk meer mensen geholpen dan we hadden hoeven doen. Alleen die zijn niet op die manier geregistreerd. Maar die mensen zijn er wel en die zijn ook gewoon bij Larkom aan de slag geweest. Dus dat kunnen we gewoon allemaal laten zien. Vandaar dat we denken dat het met die boete wel los zal lopen. Ja, ik heb geen idee van de hoogte van zo'n boete, maar ik ook niet. En daar kan ik wel achter komen. De boete blijft nog een beetje boven zweven. Het is net, we hebben een keer te hard gereden en we weten niet precies hoeveel en wellicht komt er een boete. Dat klinkt misschien wat luchthartig, voorzitter, zoals ik dat net antwoordde. Maar dat is natuurlijk heus wel ingecalculeerd. Zoals ik al zei, er zijn veel meer gemeentes die ook in die aanloopperiode naar nieuwe hebben geëxperimenteerd met vormen waarin ze dat doen. En het Rijk heeft nu gezegd, als je als gemeente helemaal er niet aan begint of gewoon het niet uitvoert, dan heb je met ons een probleem. Maar wij denken dus, omdat ik dat al zei, omdat we het wel degelijk wel hebben gedaan, dat ons dat niet zal overkomen, omdat we dat heel goed kunnen uitleggen. We wachten het af. Dank u. Voorzitter, dank u wel. Volgens mij een ruime beantwoording. Mag dat het ook zijn? Ik kijk even rond. Niemand behoeft aan een tweede termijn. Niet het geval. U zit een beetje achter het spreekstoel. De wethouder brengt me toch weer een beetje in verwarring. Van, is het nu wel of is het nou niet? U geeft net weer aan van, nee, we hebben toch niet geteld. Dus we lopen toch wel risico op een boete. Terwijl u eerder aangaf van, nee, we hebben het toch ook wel geteld. Ik snap het nu even niet. Voorzitter, als ik mag, dan probeer ik het nog één keer, want kennelijk ben ik niet heel duidelijk vanavond. Het zal een tijdstip zijn. De afgelopen 2 jaar voldeden we formeel niet. Nou zou je dus kunnen zeggen, daar krijg je over de afgelopen periode zou je theoretisch nog een boete kunnen krijgen. Maar voor vanaf 1 januari voldoen we wel. Dus we verwachten voor de toekomst geen problemen met boetes of tikken op de vingers. En over de afgelopen periode verwachten we dat eigenlijk ook niet om 2 redenen. Ten eerste omdat dat een beetje een aanloopperiode was en er meer gemeenten aan het experimenteren zijn geweest met verschillende vormen. En bovendien kunnen we, mocht het erop aankomen, laten zien dat we wel degelijk hebben gedaan, onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar vanaf 1 januari voldoen we keurig aan de eisen en aan de wet, dus is er geen enkele reden voor een boete voor de toekomst. Meneer Van der Gampel, het is een beetje als de afgelopen 2 jaar is er door oranje gereden, een beetje gas bijgegeven en vanaf januari wachten we gewoon keurig voor het rode stoplicht.
snap ik. Maar dan zou het misschien toch wenselijk raadzaam zijn om over die afgelopen 2 jaar voor de zekerheid iets naar het ministerie te doen, wat ik al aangaf. Voorzitter, dank voor de heldere metafoor. Zo helder had ik hem nog niet. Maar wat we in ieder geval kunnen doen is met het ministerie contact opnemen, in ieder geval ambtelijk, om te kijken mochten er vragen zijn en wat ons te doen staat om dat uit te leggen. Goed, mag het daarmee de beantwoording zijn? Volgens mij is dat het geval. Dan blijft de vraag over, kan dit door als hamerstuk naar de raad? Ik zie instemmend geknik, dan is dit een hamerstuk voor de raad. Dank u wel. We gaan verder met agenda punt 8. De ontwerpverklaring van geen bedenking voor de realisatie van de aardappelloods buiten het bouwvlak in Aneveen. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Want ik zie mevrouw Vetker, de heer Gelling, de heer Jonkans. Ik ga bij mevrouw Vetker beginnen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de volgende vragen en opmerkingen. Ten eerste, bij punt 4 van de randvoorwaarden van het raadvoorstel wordt gesproken over na gereedmelding of in gebruikname van de aardappelbewaarloods. Kan deze formulering aanleiding geven voor discussie? Ten tweede, geeft de ruimtelijke onderbouwing van de aardappelbewaarloods ook ruimte voor opslag van zaken die van in- en output voor de mestvergistinginstallatie afkomstig zijn? En ten derde, er wordt gesproken over een woning op het erf. Deze zal op termijn gesloopt worden. En wat gebeurt er met de woonbestemming? En tenslotte willen we nog aangeven dat wij het wenselijk vinden dat er uitvoering gegeven wordt aan de afspraken van het ruimtelijke kwaliteitsplan van 2014. Tot zover. Dank u wel, meneer Jonkans. Dank u wel, voorzitter. Ja, in het verleden hebben wij als Partij van de Arbeidsfractie grote moeite gehad met het realiseren van een mestvergister in het landelijk gebied. Volgens ons wordt zo'n ding gewoon op een industrieterrein terecht. Daarna is het bedrijf ooit nog eens een keer uitgebreid in 2013. En het begint toch wel verdacht veel op een salamitactiek te lijken. Nu wordt in feite weer het bedrijventerrein uitgebreid. Want er is nu sprake van landbouwgrond. En ik hoor sommige raadsleden ook wel eens wat roepen over dat we daar toch heel erg zuinig op moeten zijn en dat niet zomaar moeten verkwanselen. Nou, dat leidt bij mij tot de volgende vraag. Waarom is er niet gekeken voor de vestiging van deze loods op een bedrijventerrein? Want ogenschijnlijk heeft hij niets met de mestvergister te maken. Daarna er is ook sprake van veel vrijkomend agrarisch vastgoed in onze gemeente. Nou, daar moet volgens mij ook ruimte gevonden kunnen worden om dit te realiseren. En het is toch wel erg toevallig dat de mestvergister gaat uitbreiden en dat er opeens een 10 keer zo grote loods nodig is voor aardappelen als de aardappelen die nu gestald worden. En dat geeft de schijn van verbondenheid. Nou, kan de wethouder garanderen dat die relatie er niet is? En dat die loods dus uitsluitend bedoeld is voor aardappelopslag? En hoe wordt dat gehandhaafd? Dank u wel, meneer Gelling. Dank u wel. De VVD heeft geen moeite met ondernemerschap, voorzitter. Ook niet met een mestvergister of een grote schuur. Mits inpasbaar in de omgeving en kennelijk is het college die mening toegedaan. Wat wij wel hebben in aanvulling op de CDA-fractie is wat vragen ter zake de uitvoering van eerdere plannen en de handhavingsverzoeken die kennelijk liggen. Want daar waar wij ondernemerschap stimuleren zijn we ook wel van het handhaven van regels en die gelden voor iedereen. Dus daar zouden wij graag nog enig wat uitleg bij willen hebben wat daar nou precies, hoeft niet heel inhoudelijk, maar of het nou wel goed gaat, want ook hier lezen wij dat schuur 1 weggaat en schuur 2 terugkomt. Dus het is wel de bedoeling dat aan alle gestelde voorwaarden en randvoorwaarden met name ook correct uitvoering gegeven. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Breukeman voor de beantwoording. Ik had ook nog mijn vinger opgestoken. Ik heb geknipperd met de ogen en gezwaaid. Maar u bent nog wel zo charmant dat ik dat nou over het hoofd heb moeten zien. Dank u wel. Gaat u gang. Mag ik mijn vraag... Ja, nee, zeker. Ja? Dan geeft de heer Breukeman nog even tijd om wat verder door te schrijven. Dus volgens mij komt dat heel goed uit. Mooi.
Ondanks het feit dat ik zeg maar rechts ben ingehaald door het CDA, wil ik toch ook nog wel even bij het risicoparagraaf stilstaan. Juist ook vanwege de situatie van zeg maar dat er nu diverse handhavingsverzoeken liggen. En het ruimtelijke kwaliteitsplan, zeg maar, zoals dat nu wordt voorgesteld om dat uit te voeren binnen 12 maanden na gereedmelding of in gebruikname van de aardappel bewaarplost, ik vind dat wat te mager. Dus ik ben ook wel inderdaad benieuwd met het CDA hoe de wethouder daarover denkt. Dank u wel. En wel bijzonder dat u rechts ingehaald wordt, alhoewel het nog zorgelijker zou zijn als u links ingehaald werd. Maar goed, even los daarvan. De heer Breukeman, bent u zover? Of wil u nog even? Ja, kijk, heel goed. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals geschetst ook in het raadsvoorstel vanwege de omvang, de provincie ook als bevoegd gezag om ook te oordelen over de omgevingsaanvraag en vergunning, maar ook aan uw raad om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. En dan kunt u ook een aantal kaders nog in meegeven. De meeste vragen die gesteld zijn, die gaan eigenlijk over handhaving, zowel het ruimtelijk kwaliteitsplan van 2014... maar ik hoor bij de Partij van de Arbeid ook, nou ja, hoe zorg ik nou voor dat deze aanvraag inderdaad niet betrokken wordt bij de bioregister, want deze staat er los van, hebben we ook nadrukkelijk richting initiatiefnemer aangegeven, kan niet zo zijn dat dat door elkaar heen gaat lopen, dus daar zullen we ook op moeten handhaven op het moment dat dat zich wel dreigt voor te doen. U wilt wel aansluiten bij het agrarisch bedrijf dat er is, dus dat is ook de reden van zich, nou ja, die locatie is daar in beeld. Maar als het gaat om over de vragen die ook door het CDA gesteld werden, bijvoorbeeld over punt 4 van de randvoorwaarden in het raadsvoorstel, waar gesproken wordt over inderdaad gereedmelding of in gebruikname, en daar kwam ook de heer Oding later over op de lijn, dan zou je daarvan kunnen zeggen op het moment dat die realisatie of die gereedmelding, als dat lang op zich laat wachten, dat ook de uitvoering van de ruimtekwaliteitsplan op zich laat wachten. En dat zouden we eigenlijk niet met elkaar willen. Dat is eigenlijk de strekking van de vragen die ook gesteld zijn. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En volgens mij zou het dan ook goed zijn om, en dat kan prima in de tussenliggende periode, dus nu de oriënterende ronde en de raadsvergadering, om de tekst aan te passen, dat we in ieder geval zeggen dat de uitvoering van het ruimtelijk kwaliteitsplan, dat we die koppelen aan het onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning. Dat we dat in gebruikname, die realisatie, dat we die mogelijkheid, dat we die eruit halen. Daarmee hebben we betere instrumenten in handen, denk ik, om initiatiefnemer ook te houden aan datgene wat in het ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld is. Die van 2014, daar is wel degelijk een begin aan gemaakt, maar die is ook nog niet helemaal afgerond. Dat heeft u ook kunnen lezen, dat communiceren wij ook gewoon wat dat betreft. Dat betekent wel, en de initiatiefnemer is daar inmiddels ook van op de hoogte, dat wij ook handhavingstrajecten hebben opgestart. En volgens mij is de datum waar we nu gereed willen hebben 30 maart uit mijn hoofd even. Maart, hè? 30 maart uit mijn hoofd. Dus de verplichting vanuit het ruimtelijk kwaliteitsplan, die ook helemaal in het begin van de avond een keer terugkwam, van ja, hoe zorg je ervoor dat ook uitvoering wordt gegeven, gekoppeld aan de omgevingsvergunning, en hou je daar niet aan, dan zullen wij als gemeente dus handhaven. Voorzitter. Goed, dank u wel. Ik had nog een paar vragen gesteld van waarom we niet op een vrijkomend agrarisch bedrijf zou kunnen bebouwen. Of een industrieterrein, want dit betekent in feite, want dit heeft nu een bedrijvenvestiging, bestemming. En het betekent uiteindelijk een uitbreiding van een bedrijventerrein. Ja, en dat is iets in het groene gebied wat wij toen niet hebben gewild. Maar omdat er agrarische omstandigheden, et cetera. Maar nu zie je dat dit met een loods wordt uitgebreid. Mag ik dan proberen om uw vraag wat meer te duiden? U wilt de aardappelloods op een industrieterrein hebben staan? Nee, ik vraag me af waarom niet gekeken is om dit niet op een industrieterrein te plaatsen of bij vrijkomende agrarische bebouwing. Maar de vraag die ik u stel, want volgens mij blijft die onduidelijk voor de heer Breukeman op dit moment. Wilt u de aardappelloods op een industrieterrein of wilt u het hele bedrijventerrein verplaatsen naar het industrieterrein? Nee, dat bedrijf dat staat er al, maar die aardappelloods, daar gaat het nu in principe om. Dus de vraag is of de aardappelloods niet op een bedrijventerrein thuis op. Ja, voorzitter. Dan ontstaat toch het gevaar dat we die twee dingen niet naast elkaar gaan beschouwen, maar als één geheel. Want zeggen van, nou ja, bestaande bedrijven, uitbreiding met. Dat was nou eigenlijk net niet de bedoeling. Je hebt een agrarisch bedrijf dat er gevestigd is.
en je zegt, nou ja, wij vinden dat we een dergelijke loods, aardappelwaarloods, moeten kunnen vestigen bij een bestaand agrarisch bedrijf. Ik snap dat u zegt, ja, maar we hebben ook eerder een discussie gehad over het hele proces rondom de biovergisting. 2013 even op mijn hoofd dat het was. Er lopen ook nog wat handhavingsverzoeken. Dat klopt, daar zullen we op handhaven op inspelen. We hebben nu gezegd, we moeten het even los van elkaar zien. En dan hebben we hier dus een loods die je aan wil sluiten bij een bestaand agrarisch bedrijf. Ja, maar in de stukken staat dat het toch als één geheel beschouwd wordt. Dus er zijn niet zeg maar twee percelen op dit industrietreintje. Het is één perceel. Dus dat maakt het... ja, u zegt wel dat het gescheiden is. En dat geloof ik ook wel. Maar als je over, nou, als u inmiddels een andere baan hebt en niemand in de raad hier meer zit, ja, wie houdt dat dan nog bij? Ja, voorzitter, ik was van plan nu een lange tijd te vermoeien hier, dus daar zou ik me niet al te veel zorgen over maken. Maar het is wel zo dat zeg maar, de consumptie aardappelen, hè, waar we het over hebben, die worden geen input voor de biovergistering. In zoverre is er een scheiding tussen de twee aanvragen. Om te voorkomen dat we nu verder met elkaar in herhaling gaan vallen, want het wordt een set van herhalingen uitwisselen. Mag dit zo voldoende zijn? Ja, waarbij ik dus even nadrukkelijk heb toegezegd dat we de tekst rondom zeg maar, het gereed hebben van dat ruimtelijk kwaliteitsplan, dat we die even aanpassen in de komende twee weken. En dat u daar zelf ook even alert op bent. Heel goed, dank u wel. Voorzitter, ik heb nog twee vragen die beantwoord kregen van de wethouder. Ik snap dat het in het begin wat moeilijk schrijven was, maar ik kan het me haast niet voorstellen. Maar ik wil hem nog wel even weer voorlezen. Help me even. Dat was de tweede vraag. Geeft de ruimtelijke onderbouwing van de aardappelbewaarloods ook ruimte voor opslag van zaken die van in- en output heeft voor de mestvergistinginstallatie? Nee. Het antwoord is nee. Oké. Okay. Datgene wat daar wordt opgeslagen, wordt niet als input gebruikt voor de mestvergister. Duidelijk. En dan nog mijn derde vraag, dat betreft de woning op het erf. Ja, die was ik wel vergeten. De woning op het erf, hè, we zijn bezig met de omgevingsvergunning waarin ook een sloopvoorwaarde gesteld wordt. En dat verandert verder het bestemmingsplan niet. Dus aanvragen zou in de toekomst volgens mij nog een poging kunnen doen om één bedrijfswoning aan te vragen. In die zin wordt er door de omgevingsvergunning het bestemmingsplan aan zich niet gewijzigd. Mag dat het zijn, mevrouw Vetke? Ja, dank u wel. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval, dan rest mij de vraag of dit door kan als hamerstuk naar bespreekstuk. Ja, ik denk, ik kan het even proberen, maar het ging al te lekker vanavond, dus het zat ook een beetje aan te komen. Goed, als bespreekstuk naar de raad. Dank u wel. Dan moet ik even weer opstarten, omdat ik even te aandachtig geluisterd heb naar de discussie. Volgens mij zijn we nu aangekomen bij agenda punt 9, delegatiebevoegdheid om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan of een omgevingsvergunning. Ja, excuus meneer Jager, ik moest even kijken, ik ken uw naam nog niet. Dus de heer Jager, de heer Gelling, de heer Wiet, mevrouw Hof. De heer Jager, aan u de eer. Goed, fijn, dank u wel. Mijn enige vraag is eigenlijk, wat betekent dit besluit voor de controlerende functie van de raad? En verliezen we hiermee niet een belangrijke functie? Dank, de heer Gelling. Dank u wel. En een aanvulling daarop, zou u dat voor mij even in perspectief willen stellen? Want dan verwijs ik even voor het gemak naar bestemmingsplan Delisvaart Julianastraat Noord, waarin u ook besluit in hoofdstuk 7 dat een exploitatieplan niet nodig is. Dat is al een besluit wat u zelf neemt. U motiveert dat daar, terwijl toch ook daar een negatieve exploitatie op zit van 3 miljoen. Ik weet niet of ik dan de zaken door elkaar haal, maar ik vraag me wel af hoe wij dit moeten duiden. Uw eigen keuze, u doet het al, en wat heeft het voor gevolgen voor de financiële verantwoording? Dank u wel. Ik kijk naar de heer Wiet. Sla ik niemand over? Nee, de heer Wiet. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even teruggaan. Ik wil de staat... Voor een efficiënte besluitvorming is het gewenst dat uw raad deze bevoegdheid delegeert aan het college. Daar is gelijk bij mij de vraag, wat gaat er nu niet efficiënt op dit moment? En als we over efficiënt praten, over hoeveel tijdwinst praten we dan?
om deze bevoegdheid te delegeren aan het college. En verder, stel dat we dit loslaten, hoe gaat het college dit toetsen? Die vraag. Dank u wel. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een aantal eenvoudige vragen. Waarom wilt u dit? Waarom wilt u dit nu? En welk probleem wordt ermee opgelost? Met andere woorden, wat gaat er mis als we hier niet mee zouden instemmen? Helder, dank u wel. Meneer Breukeman, nu de beantwoording. Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk wat formeel en juridisch stuk van aard. Bij het afsluiten is er eigenlijk nodig om de keuze om wel of niet een exploitatieovereenkomst af te sluiten. Die moet gemaakt worden. Wordt dat gehandeld zoals ook in het raadsvoorstel beschreven wordt? Dus in die zin ook aansluiten bij de vragen van de heer Wiet. Daarmee verandert er in praktische zin niks. Maar we zijn erop gewezen dat het beter is om voor de juridische grondslag om de raad ook expliciet dit besluit te laten nemen. We hebben daar advies over ingewonnen. Betekent dat dan dat we problemen in het verleden hebben? Nee, dat verwachten we niet. Dat komt ook niet uit juridisch advies. Maar het zou goed zijn gewoon voor de formaliteit, voor de juridische grond, om als raad dus even extra te bevestigen. Dat is eigenlijk heel kort het antwoord op een paar korte vragen. Ik kijk rond of dat voldoende is. Dat blijkt voldoende te zijn. Mevrouw Hof, u maakt toch nog aanstalten om een vraag te stellen. Ja, ik zit een beetje te twijfelen, omdat ik... dus wat u eigenlijk, als ik u goed begrijp, zegt u eigenlijk, het loopt nu al zoals het loopt. We willen het alleen even formaliseren. Dat is wat u zegt. Exact. Wij zijn erop gewezen dat het beter is. Omdat we handelen al jaren zo. U leest ook altijd in de voorstellen dat of er wel of niet een exploitatieplan overeengekomen is. En of het wel of niet nodig is. Maar we zijn erop gewezen dat het beter is om dat door uw raad nog eens even extra te laten bevestigen voor de juridische grond. Mevrouw Hof, nogmaals. Ja, want dan denk ik dat ik het stuk niet goed begrepen heb. Want ik denk te lezen dat wij als raad gewoon helemaal niks meer te bevestigen hebben. Behalve dan dat wij voor kennisgeving meegedeeld krijgen van het is wel of niet nodig. Besloten door het college en dat. Dus wij verdwijnen uit beeld. Dat is hoe ik het lees. Maar dat begrijp ik weer niet uit uw woorden. Okay. Nee, het is in die zin is het geen systeemwijziging. Het is puur dat u aan het college mandateert. De keuze is het nodig om een exploitatieovereenkomst aan te gaan of is die niet nodig. En daarmee zie ik dat die in voldoende mate beantwoord is. Maar voorzitter, ik vind het onduidelijk worden, want u heeft het over een exploitatieovereenkomst. Maar ik zie hier toch het over een exploitatieplan gaan. Is dat hetzelfde? En dan toch even mijn vraag, want ik lees dus bij het bestemmingsplan Juliaanstraat Noord, waar toch een, ik weet niet of ik de interpretatie van exploitatieplan überhaupt goed heb. Wat het eigenlijk is, maar ik lees daar dat u ook daar vindt dat het niet nodig is. Terwijl ik denk van ja, maar wat staat er dan eigenlijk in wat u vindt dat niet nodig is? Dus wat missen we als u telkens besloten hebt al dat het niet nodig is en nu dus kennelijk ook nog geformaliseerd wordt in uw mogelijkheid om te besluiten dat het iets niet nodig is? Nee, voorzitter. Ik wou eigenlijk niet al te veel ingaan over Deelnemerszwaard Noord. De heer Gelling noemt voor mij de opbrengst van een deelgebied uit het totale centrumplan Deelnemerszwaard. Daar komen we ongetwijfeld op een later moment nog met elkaar over te spreken. Nee, maar daar gaan we het ook niet over. Even ter verduidelijking. Het gaat me er alleen om dat u daar gewoon in één zin zegt van nou, we hebben wat overeenkomsten gesloten en dus is het niet meer nodig om een exploitatieplan te maken. Niet een overeenkomst, maar een plan. En dan heb ik daar misschien een idee bij wat een exploitatieplan is. Maar ik vind het wel interessant om uw overwegingen te vernemen waarom u dus kennelijk kon besluiten dat het niet nodig was. En zich nu gesterkt voelt door middel van dit besluit, dat u het ook niet meer hoeft te doen in de toekomst. En dan vraag ik me eigenlijk af, wat missen we dan precies in het exploitatieplan? Want ik heb niet het gevoel dat we het ooit gehad hebben. Omdat u al besloten had dat we het in ieder geval hier niet kregen. Nee, het is consolideren van bestaand beleid in feite, van bestaande werkwijze zoals we die met elkaar hier ook gewend zijn. Je zou als raad het ook naar jezelf kunnen houden, maar goed, dat levert dan wel nodige vertraging op in besluitvormingsprocessen. Maar misschien is het goed, voorzitter, dat ik de raad ook in de komende week dan even nog kort schets het waarom van nu de keuze maken. Ja, en ik zat heel in aanvulling over, dat vind ik een mooi voorstel, een fijne toezegging, maar zou je ook even heel kort willen aangeven wat een exploitatieplan dan precies is? Dus wat we dan missen.
Goed, ik denk dat het goed is om dat op deze wijze te doen. Want het ontaart zich nu een beetje in een technische discussie. Ik denk dat het voor de volgende keer ook raadzaam is om een voorstel even de waarom-vraag wat beter uitgewerkt te hebben. De vraag die u overstelt, meneer Gelling, was ook een vraag die u overigens als technische vraag had kunnen stellen in de voorbereiding op deze raadsvergadering. Dat wil ik nog wel even opgemerkt hebben daarbij. Maar goed, het is goed om daar nu wel antwoord op te geven. Mag ik nog heel kort, voorzitter? Zeker, mevrouw Hof. Ik ben even in verwarring over de commotie nu, maar... ik wacht het antwoord van de wethouder heel graag af. Wat mij nog wel even intrigeert is, u zegt, we doen het eigenlijk altijd al zo, dus waarom wilt u het nu formaliseren? Waarom? Zoals ik al aangaf, maar goed, misschien moet ik het ook maar even meenemen, dat we erop geweest zijn dat het beter is om de raad ook expliciet dit besluit te laten nemen. Ik wacht uw beantwoording wel even af. Goed, volgens mij moeten we erover ophouden en even zoeken om die nadere duiding, zoals het nu toegezegd is, bij ons te laten aanleveren. Volgens mij maakt het ook meteen dat dit stuk even terugkomt op de raadsvergadering. Precies. Zodat we... Als bespreekster, ja, dit gaan we niet als hamerstuk voorstellen. Dat lijkt me niet zo heel handig, want het is gewoon aanvullende informatie nodig om de verwarring weg te halen. Want volgens mij is het niet een heel groot onderwerp. Dan ontbreekt het echt even aan duidelijkheid in dit raadsvoorstel. En laten we dat erin brengen en dan de volgende keer zorgen dat we hier met elkaar een... al dan niet een gesprek over hebben. En misschien kan die dan ook wel als hamerstuk doorgeplaatst worden. Mag dit het zijn, mensen? Dat is het geval. Dank jullie wel. Dan gaan we nu verder naar agenda punt 10. De erfgoedverordening Harberg 2018. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Jonkhans. Oeh, helemaal achter de biemen voor mij. Mevrouw Mensink. Hallo. Fijn u te zien. En... Mevrouw Van der Veen. Mevrouw Van der Veen, ik ga bij u beginnen. Die biemen staat heel erg in beeld namelijk. Dus dat is, ik moet echt rechtop gaan zitten om u aan te kunnen dragen. Mevrouw Wiet, aan u het woord. Of mevrouw Van der Veen, excuus. Komt vanzelf. Ik snap het. Het is bijna 11:00. Voorzitter, dank u wel. Erfgoedverordening 2018. Mooi dat er weer een stukje cultuur, archeologie... en erfgoed op de agenda staat aan het einde van de avond. Als we straks het gebouw uitstappen, dan kunnen we weer om ons heen kijken en genieten van al die prachtige monumenten. Net zoals een tijd geleden toen we de radio aandeden nadat we de vergadering uitstapten. Het is mooi dat we vanuit de erfgoedwet een verdere invulling kunnen gaan geven aan onder andere erfgoed. En met de hier voor ons liggende nieuwe erfgoedverordening ook cultuurgoederen en verzamelingen. Alhoewel we op dit moment binnen onze gemeente nog geen aangewezen cultuurgoederen of verzamelingen hebben, stemt het ons positief dat we vanuit de opgestelde erfgoedverordening 2018 hier binnen onze gemeente ruimte en bescherming voor willen gaan bieden. Waar de ChristenUnie nu de portefeuillehouder nog wel graag over zou willen bevragen, is de uitwerking van de financiën, zoals deze nu in de verordening is opgesteld. Want in de verordening is te lezen bij het kopje financiën, en ik citeer dat deze niet van toepassing is. Maar met het toevoegen van een nieuw onderwerp aan de erfgoedverordening kunnen we ons indenken dat wanneer er cultuurgoederen worden aangewezen of een fantastische postzegelverzameling, dit natuurlijk ook onderhoud, bescherming en waarborging met zich meebrengt. En hiermee ook kosten. Dus misschien dat de portefeuillehouder ons daar wat meer over zou willen vertellen. Dank u wel, mevrouw Van der Veen. Ik ga naar mevrouw Mensink. Dat was precies mijn vraag. Ik had het niet mooier kunnen verwoorden. Kijk, hartstikke mooi. De heer Jonkhans, was dat ook precies uw vraag? Of? Nee hoor, ik had een andere vraag. Nee, deze zomer werden wij verrast met nieuwbouwplannen in de Voorstraat. Het voormalige oude de Chinees, om het zo maar even te noemen. En wat mij niet helemaal duidelijk is, biedt... deze erfgoedverordening daar nu ook bescherming voor? Want als dat het geval is, dan haal ik dat er moeilijk uit. Maar goed, kan aan mij liggen. Maar helder, graag, dank u wel. Heldere antwoord vraag van de wethouder. Mevrouw Luijten, aan u het woord. Ik doe even de microfoon aan. Ik doe mijn best. Ja, het is gelukt, voorzitter. Dank u wel. Wat de kosten betreft, stel dat wij zouden besluiten
om een verzameling of een cultuurgoed wat we al als gemeente in bezit hebben op dit register, in dit register op te nemen, dan is het al van ons. Dus die kosten die moeten we dan toch al dragen. Dus wat dat betreft zijn er geen nieuwe kosten te verwachten. Het zou wel zo zijn, maar dat kunnen wij als gemeente niet zo. Of niet zelf. Als het Rijk tegen een particulier bijvoorbeeld zegt, wij vinden dat heel belangrijk, dat mag het land niet uit, hè, die regeling is er ook. Dan draagt het Rijk ook bij over het algemeen in het onderhoud of in veilige opslag daarvan. Maar dat is een bevoegdheid die wij toch niet hebben. In dit geval gaat het gewoon om verzamelingen die al van onszelf zijn en die waar we dus toch al goed voor moeten zorgen. Dus vandaar dat het kostenplaatje, ja, het levert geen extra kosten op als we dat zouden doen. Wat de Voorstraat betreft, die zouden we nu met deze verordening net zo min kunnen redden, zal ik maar zeggen, het pand wat u bedoelt, als daarvoor. Omdat dit feitelijk gewoon hetzelfde is als het eerder in de monumentenwet was. Dat pand is geen monument en dus gelden daar ook geen andere bepalingen voor. En die bepalingen worden met deze verordening niet opeens alsnog over de gemeente uitgestrooid, laat ik het zo maar zeggen. Maar de wethouder heeft toen toegezegd, de wethouder Breukman, dat daar een aangepaste regeling voor zou komen. Of dat daar nog eens een keer naar gekeken zou worden. Naar die, is het dan niet jammer om dat niet gelijk hierbij mee te nemen? Ik begreep dat mijn collega is gaan spreken en is naar dit specifieke pand gaan kijken. Dat helpt deze erfgoedverordening helaas niet, omdat een monument moet volgens dezelfde procedure worden aangewezen als nu, alleen dan op basis van een andere verordening. Ja, maar dat gaf aanleiding voor een inventarisatie van dergelijke panden. En ik had verwacht dat die hierin zou zitten. Maar goed. Die inventarisatie die is inderdaad beloofd. Dat gaan we ook doen. Daar, zijn we ook, daar hebben we al een plan voor liggen. Dat hebben we aan een extern bureau gevraagd. En die zijn we wel van plan om te gaan maken. Het is alleen een langdurig en ook nogal kostbaar traject. Het is wat goedkoper als je het alleen voor de kern Hardenberg zou doen. Maar dat is dan, waarom zou je dan maar zo'n klein gedeelte doen? Dus als het voor de hele gemeente zou zijn, dan is het een omvangrijk plan. En dan moet u zeker denken dat we dat niet voor over een jaar hebben, die lijst. Zeker niet als je ook nog, als dat zo zou zijn, dan komen we daarmee nog terug naar uw raad. Dat je ook kijkt naar andere dan gebouwde monumenten bijvoorbeeld. En ook nog kijkt naar het immaterieel erfgoed. En dat is voor onze gemeente relevant met het oog op de koloniën, in dit geval de Ommerschans. Maar dat, daar komen we later nog bij u voor terug. Voldoende mee, Jonkhans. Hartstikke goed. Goed, volgens mij is meneer Stelpstra. Ja, ik was nog even benieuwd of het gemeentehuis ook in aanmerking zou kunnen komen voor archeologische monumenten. Ik voelde hem aankomen. En ik zat ook te kijken naar cultuurgoederen en verzamelingen. Wellicht past het college daar ook wel onder. Maar. Nou ja, wat betreft of wij als college een verzameling zijn, nou daar gaat u eigenlijk over. Hè? Dus wat dat betreft leg ik de bal dan graag weer terug, voorzitter, bij meneer Stelpstra. Lijkt me heel goed vanuit. En wat dit pand betreft, we hebben ook gezegd in de inventarisatie zouden we ook eens moeten kijken naar moderne monumenten. Dus monumenten uit niet alleen de industriële tijd, maar misschien ook wel van hele vooruitstrevende hedendaagse architectuur. En ik denk eerlijk gezegd dat dit gebouw nog een goede kans zou maken, ook als we het aan de commissie voor zouden leggen. Goed, dank u wel. En daar zou mijn zoontje dan weer blij van worden, want die zegt dat het gemeentehuis Hardenberg toch wel een prachtig kaasblok is. Dus. Goed, mag dit het zijn, hè, mensen? Hartstikke goed. Dank voor de luchtige afsluiting, meneer Stelpstra. Dan zijn we aangekomen bij. Ik moet nog even de vraag stellen in alle snelheid of dit door kan als een hamerstuk. En ik zie daar instemmend geknikt, dus dit gaat door als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Toch maar goed dat de griffie nog even scherp is op het laatst van de avond. Zijn we aangekomen bij agenda punt 11, de rondvraag. Iemand? Ik zie niemand. Dank. Dan zijn we daarmee aangekomen bij de sluiting. Voor straks slaap lekker.
Rij voorzichtig naar huis en tot een volgende keer. Dank u wel.